ik heb een haat-liefde verhouding met de schilderkunst. De actie van het schilderen vind ik iets heel bijna tegennatuurlijks. Het bedenken van het eerste moment is leuk en dan helemaal op het laatst dat je denkt, ah, maar dat tussenstuk, dat is een gevecht, zeg. Dat blijft een gevecht. Het zoeken naar een vorm en het zoeken naar licht. Maar die liefde voor wat je ermee kan doen is zo ontstellend groot. Die haat die verdwijnt natuurlijk ver op de achtergrond. Anders zou het wel een raar leven zijn geweest. Want ik doe dit nu al 30 jaar. Dus, het zit even lekker in mijn vingers op dit moment. Ik heb zoveel geschilderd de afgelopen tijd. En het is toch een soort sport natuurlijk. Als je in training bent, ja, dan kom je ook sneller in die concentratie die je nodig hebt. En die concentratie is dan toch echt wel een soort stoomheid. Dan zit er geen stoorfactor tussen mijn hersenen en mijn handen. Dan ben ik echt van de wereld. Van verf op doek. En dat komt met name door oude schilders. Schilders van voor, laten we zeggen, 1900 tot aan Alma Tadema toe. Omdat ik zo ongelooflijk verliefd ben op die oude schilderkunst, wil ik daar aan meewerken, wil ik daar aan meedoen. De verhalen die daar langskomen, die wil ik een nieuw jasje geven, die wil ik naar het nu vertalen. Kijk, het heeft gewoon een heel groot voordeel, schilderkunst, dat je toch je eigen abstractie erin kan zetten, je eigen licht. Je bent helemaal niet afhankelijk van de realiteit. Ik ben veel meer op zoek naar drama en wat je ermee kan zeggen. Bij mij denken mensen vaak dat ik alles van tevoren heb bedacht, omdat het natuurlijk heel erg bijna een rigide figuratie is. Maar dat is niet zo hoor. Het mooie is dat als je die creativiteit behoudt het tot inderdaad de allerlaatste penseelstreek op het doek.
Thank you.